Een aantal mensen dat slachtoffer zijn geworden van dubbele gronduitgiften hebben vandaag een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée. Deze percelen zijn naar waarschijnlijkheid onrechtmatig aan derden toegewezen. Surin Gurdayal, districtsraadlid van Wanica en trekker van de groep, stelt dat de staat actie moet ondernemen om verdere verkeerde uitgiftes te voorkomen. Wij ondergetekenden richten ons tot u met een urgent oproep geworteld in een groeiende bezorgdheid die diep resoneert onder vele Surinamers. De escalerende kwestie van het onrechtmatig toewijzen van gronden aan derden door functionarissen van het ministerie van GBB. Ondanks dat de rechtmatige eigenaren volgens de juiste procedure de verlenging en een verdeling van hun gronden hebben aangevraagd. Achtergrond. De essentie van partijpolitiek, van politiek leiderschap, is geworteld in dienstbaarheid, integriteit en onwrikbaar eerlijkheid. Gurdayal zegt dat er een eind moet komen aan de dubbele uitgiftes en grondroof. Assembleevoorzitter Marinus B. zegt er alles aan te zullen doen om het probleem door te geleiden naar de regering. Kijk, als land hebben we een aantal uitdagingen. En die commitment die we hebben gemaakt met elkaar om naar al deze zaken te kijken. We vinden dat zaken transparant moeten kunnen plaatsvinden. Ja. Maar we gaan die verschillende belangen moeten bekijken zodat er rust is in de samenleving. B geeft verder aan dat niet lang geleden er nog een aantal petities zijn aangeboden aan DNA. Volgens hem is vooral het grondprobleem van de inheemsen een grote uitdaging. De voorzitter verzekert dat de beste beentjes voortgezet zullen worden om de problemen aan te pakken.